Welcome to Warrior Code. Create an account now at warriorcode.com. Eerst Tarik, gefeliciteerd met je overwinning. Dankjewel. Hoe vond je het zelf gaan? Als ik eerlijk moet zijn, een beetje moeizaam. Mm. Ik moest wel concentreren van mij, dus ik zat heel erg op dat stukje van ik moet me blijven focussen in plaats van even beuken. Mm. Maar ik denk dat ik het uiteindelijk wel slim heb uitgespeeld en mezelf beloond in de derde ronde met een knockout. Maar had je al verwacht dat hij ook zo zou komen? Tuurlijk, zo vecht hij altijd. Iedereen is langer dan dat hij is. Ja. Moet je wel nageven, voor zijn omvang en gewicht is hij aardig snel. Ja. Dan moet je wel raken. Dat was ook de gameplan om echt rustig te blijven? Ja, geconcentreerd blijven vooral. Rustig ben ik altijd wel. Maar ik moest echt nu focussen en wachten op het juiste moment. Ik had hem al een paar keer geraakt, die kin. Ja. En de laatste die was denk ik fataal. En afgemaakt. En wat is het volgende? Wat verwacht je nu? Ja, ik heb Robbie al gezegd, lijn hem op. Heb je nog speciaal iemand in het vizier of wil je nog een keer tegen Levi? Heb je zoiets? Levi kom ik sowieso tegen. Dat staat vast, heb ik hem zelf ook gezegd. Ja. Voor de rest maakt het allemaal niet uit. Groot, klein, dik, dun, atletisch, niet atletisch. Ik ben daar. Zij zijn, ben ik weer ook. Oes. El Bouni. Hoe ging het? Je hebt het gezien toch, bro? Ging goed. Ben je anders dit gevecht ingegaan of exact hetzelfde? Ik ben precies hetzelfde ingegaan, niet onderschatten. Gewoon vanuit mijn eigen techniek en eigen training, wat ik allemaal voorbereid. Daar ben ik gewoon 100% achter gegaan. En ik heb hem ook niet onderschat ofzo. Elke vechter vecht anders. En hij vecht rechts voor, dus dan moet je steeds linksom bewegen. Had ik even een beetje last van de eerste minuut. Ja. Toen dacht ik, ik ga hem even rechts voor staan, kijken of het gaat lukken. En dat was gelijk de eerste soort. Ik zag aan je, je had meteen al door dat hij niet meer op zou staan. Ja, ik hoorde het toen ik hem die linkse hoek gaf. Toen hij knalde tegen de grond, toen wist ik, hij staat niet meer op. Ja, iedereen vraagt je natuurlijk, ja, wat is het volgende? Enzovoort. Wat hoop je zelf? Gewoon mijn volgende tegenstander, hou Instagram in de gaten. Hou Glory Instagram in de gaten, dat is de volgende tegenstander, zie je wel. Oké, ja, we kijken er naar uit, want altijd spektakel bij jou. En ik hoop je snel weer te zien. Oes, dankjewel. Oes. Welkom Fight Fans, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de twee heren op de bank, hè? Op de mooie bank. Ja. Hè? Daar bespreken we allerlei zaken die met vechtsport te maken hebben. En ook sommige dingen die niet met vechtsport te maken hebben. Dingen die in ons leven zijn gebeurd. Ja, ik zit hier natuurlijk met Marinho Gordon. Marinho, Oes. We zitten er weer. En hoe was jouw weekend? Heerlijk, man. Ja, man, was echt heerlijk. Was druk. Uh-huh. Ja, want we waren natuurlijk naar Infusion. Met een van onze talentvolle vechters. Ja. Ik zal zijn naam nog niet noemen. En die dag daarna zijn we natuurlijk ook weer weggegaan. Ja. Ook met een paar talentvolle vechters en kinderen die er vooral zin in hadden. Ja. Dus dat was leuk. En kijk, in de kleedkamer is het leuk. Maar je weet, als we onderweg zijn in de auto. Is het superleuk. Supergezellig. Ja, dus supergezellig. Allerlei dingen die we bespreken in de auto. Van vroeger, van nu, van de toekomst. Dat maakt niet uit. We breken daar echt een fatu. Ja. Maar we hebben ook gezien dat het WK straks weer gaat beginnen. Ja. Er is heel veel over gesproken. Ja. Jij bent zelf ook een voetballiefhebber. Sowieso. Ik ook. Ja. Ik had jou uit de basis gehaald. Daar komt hij altijd mee. Oké. Laat maar verder gaan. Nee, hij denkt altijd dat hij mij uit de baas heeft. Nee, jij denkt dat ik... Wij hebben bij dezelfde club gespeeld. FC Bijlmer. Ja. Ik kwam van FC Amsterdam.
De wat mindere club is dat? Mindere club, maar ik werd er naartoe gehaald. Dat zou een reden hebben. Toen kwam ik daar naartoe. Hij speelde al daar bij FC Bijlmer. Yeah. En toen op een gegeven moment zat hij op de bank. Ik kan het helemaal niet. Maar ja, de bank. Ik hoop dat onze oude Matties comments laten. Ja. Straks. Ja, hè, ik hoop dat ze comments geven. Ja. Want we weten allemaal wie sneller was. Wie beter was. Nee, het was snel, joh. Ja, het was snel. Ja. Dat was beter. Nee, maar goed. Ja. Ga jij kijken naar het WK? Kijk, ik ga sowieso kijken. Ja, 100%. Ook al met alles wat er gebeurd is. Hey, luister dan. Het is heel erg wat er gebeurd is. Sowieso is het heel erg. Ja. Weet je, maar nogmaals, dat is een politieke kwestie, dat is één. Maar tweede, het gebeurde altijd in Brazilië, gebeurden ook gekke dingen. In Afrika, die gasten bouwen grote stadions hebben ze gebouwd. Ja. Nu, stadions worden gewoon niet gebruikt. Ja. Ja, ze worden wel gebruikt, maar door die vleermuizen en zo. Gewoon leeg gewoon. Mensen gingen ook daar dood en zo, ja. Weet je. Ja. Ja. Weet je, en nu Qatar, ja, iedereen wist van Qatar. En dan nu dat je bijna daar naartoe gaat, gaan ze, ja. Wat vind jij dat er had moeten gebeuren? Dus voorafgaand had het sowieso niet door dat land georganiseerd. Waarom niet? Moeten of mogen worden. Of nou ja, nee, ik zal niet zeggen dat het niet door dat land georganiseerd had moeten of mogen worden. Alleen mensen hadden dan eerder in opstand moeten raken toen hun het toegewezen kregen. Ja, ja. Dat vind ik. Mm. Nu dat alles al eigenlijk, ja... En kan en kruik is, dan ga je nu klagen en nu opheffen en zo. Dus moest het na de maaltijd, ja, vind ja, ik. Ja, mensen ja, zijn al overleden, ja, stadions zijn al gebouwd. Ja, want iedereen gaat kijken. Sowieso. Idem kabinet, ze gaan allemaal kijken. En let maar op, nu doen de supermarkten niet mee. Allerlei grote bedrijven willen niet die ja, een soort uithangbord Bord. Zijn ja. voor het WK. Ja. Maar let maar op, als Nederland ergens hoog komt hey, als in allerlei finales. Ja. Dan, ja. dan moeten we opletten. Of ja. ze nog steeds zo sterk zijn. Nee, sowieso. En sommige mensen durven niet vooruitkomen. Maar ik durf gewoon vooruitkomen. Ik denk dat ik gewoon sowieso ga kijken. Hmm. Omdat ik van voetballen hou. Ja. En als we er wat aan willen doen, moeten we het niet om het voetballen heen plakken. Hmm. Maar ik denk dat we eigenlijk vanuit het kabinet of wat dan ook moeten wat gebeuren. En ik weet niet of het vanuit de voetballers moet komen. Nee, sowieso niet vanuit de voetballers. Helemaal niet vanuit de voetballers. Niet vanuit de trainers. Niet vanuit de staf. Als het vanuit ergens moet komen, is het vanuit de bond. De KNVB, de FIFA en ja, dergelijke. Ja. Vanuit daar moet het komen. Maar die verdienen het meeste geld eraan. Ja, sowieso. En dat gaan ze blijven doen. Maar ja, zo betalen ze de spelers ook weer. Ja. Ja. Dus daarom klaar. Zou ik ook voetballen? Ik zou gewoon voetballen. Ook scorevrij. Daarom klagen die spelers niet. Nee, spelen, nee. Die spelers denken, fuck it. Heb je gezien hoe ze naar daartoe zijn gegaan? Nee. Ja, pff, een soort... hoe noem je dat? Die grote vliegtuigen, die... Okay, Jumbo. Jumbo, zo Jumbo, ja. Maar met alleen maar business seats. Dus die zijn, ja, en wat die ze zeggen... Die spannen zich niet, die maken zich nee, niet nee, en ze zeggen, ja, ze hebben zo'n korte voorbereidingstijd, dus alles moet goed perfect. In luxe en perfect. Dus ja, ze gaan gewoon in een waterbedje liggen, ja, ze daar en vliegen ze naar Qatar. Hier scoren ze niet mee. Nee, al die milieudingen nee, ja, en zo, milieu, hier scoren ze nee, niet nee, mee. Nee, nee, ze hadden eigenlijk gewoon een lijnvlucht moeten pakken. Sowieso gewoon. Ja, gewoon. Oh, economie. Gewoon, ja, dat zou helemaal weer zijn. Ja. Dat, zou, ja. dat zou echt weer ja, zijn. Ja, ja. Maar om even terug te komen op zaterdag. Ja. Ja, je had het al over Infusion. Ja. Ja, we waren eigenlijk. Zouden we niet eens naar het event gaan? Nee. We zouden eigenlijk niet naar het event gaan. Nee. Ik kreeg een appje door. Volgens mij vanuit Nikita. Die stuurde een appje van, hey, ze zoeken nog een jongen, 66 kilo, jeugdjongen. En ja, ik heb meteen erop gereageerd. Ik heb meteen erop gereageerd van, hey, we hebben zo'n jongen. En... Maar dat is wel een goede jongen, wat ik heb begrepen. Ja, we kregen... het is een jongen die al een aantal jaren bij een contract heeft bij Infusion. En 17 jaar, meer dan 20 partijen gevochten. En ja, ik heb meteen gebeld. Ik zeg, jongens... Wij willen best wel die wedstrijd aannemen. Hoeveel wedstrijden heeft hij gevochten? Nou, ik kreeg te horen 20 wedstrijden. Mm. En ja, of wij het willen aannemen. Ik zeg, ja, ik heb een jongen. Hij heeft 9 wedstrijden gevochten. En hij is maar 15. Ja. En toen zeiden ze van, ja, het is aan jou of je zo'n wedstrijd aan wil nemen. Ja, yeah, yeah. 100%. Yeah, yeah. Met Lucas. Ja, yeah. Misschien kan jij even vertellen wat Lucas... Lucas is een jongen en nou...
ik weet niet voor de kijkers of ze het weten, wij hebben een soort opleiding hebben wij hier bij de Bonjasca Academie. Een soort, om het goed uit te leggen. Ja, het is een dikke opleiding hebben wij hier voor de kinderen die hier binnenkomen. Want wat je vaak hebt, kinderen gaan naar een sportschool. Je mag meteen sparren. Of die komen bij kinderen die er al heel lang op zitten. Krijgen een paar grammen, waardoor ze het niet leuk vinden en dan gaan ze weer weg. Nou, we hebben alle kinderen in levels ingedeeld. Je wordt Cat, Puma, Tiger, Lion enzovoort. Dus zo hebben wij dat allemaal in groepen ingedeeld. Ja. Nou, Lucas... Heeft alle niveaus doorlopen. Wow. En eigenlijk nu pas plukken wij een soort van de vruchten ervan af. Dan zie je die ontwikkelingen bij die kids. Ja. Nou, en nou, Lucas is zelf ook een persoon die... Die zet zich volledig in. Dedicated aan de sport. Ja, die trimt als wij even niet trainen. Die is er elke training. Nou ja, hij wordt, s'morgens wordt hij wakker voordat hij naar school gaat. Gaat hij eerst joggen. Ja, ja. Gaat hij eerst joggen. Ja. En ik ben zo, oh ja. Laat hij zien hoe laat hij heeft gejoggen en waar hij heeft gejoggen. Gaat hij joggen en dan gaat hij pas naar school. Ja, dat is echt dedicated. Dan gaat, hij gaat op tijd naar bed. Weet je, eet altijd gezond. Ja. En mis geen training. En als hij traint, traint hij ook echt goed. Ja. Dus hij komt niet trainen om te trainen dat hij er maar is. Ja. Hij traint ook echt goed. Weet je, hij woont nu in mijn oude buurt, heb ik hem geadviseerd, want daar zijn we sterk. Nee, hij woont nu in mijn oude buurt, maar Lucas is echt dedicated. En hij heeft nu 9 partijen, had hij toen, 9, dat was het. Hij had 9 partijen, alle 9 gewonnen. Overtuigend ook. Ja, weet je. Dus Lucas is echt een... Lucas is eigenlijk een voorbeeldkind. Juist. Voorbeeldkind. Hij is echt een voorbeeld, maar hij heeft ook dat talent ook mee. Maar buiten dat heeft hij gewoon, laat hij gewoon zien dat talent alleen niet genoeg is. Ja. Je moet het ook ontwikkelen. Je moet ook dedicated wezen. Ja. Je moet doorgaan, doorzetten. En dat doet hij. Dat laat hij ook gewoon zien. Ja. En daarom zijn we ook best wel trots op hem. Ja, sowieso. Dat hij het zo goed doet. En dat hij ook nu in één keer de kans kreeg om daar te vechten. Dus blijft ook humble. Ja, gewoon rustige jongen. Weet je niet, Dus wij richting Dordrecht. Want daar werd het event gehouden. En wij komen daar aan. Alles natuurlijk goed geregeld daar. De kleedkamers, tapen. Ja. Nou, op een gegeven moment hoor je van dat je mag. En toen hebben we hem de ring in geduwd. En hij heeft zijn ding gedaan. Mooie eerste ronde, mooie tweede ronde, mooie derde ronde. Ja. Wat ik mooi vond, derde ronde. Want eerste ronde, hij was goed bezig. Tweede ronde ging nog beter. Alleen op een gegeven moment kwam je die hoek. Toen zei je tegen hem van, Lucas, weet je, hoe voel je? Voel je goed? Ja, hij was nog helemaal goed. Zei hij tegen me, je moet... Gewoon om overtuigend te winnen, derde ronde nog een tempeltje hoger. Ja. En hoe de jongen dat zo op zich neemt en luistert. En je ziet dan, derde ronde, hij gaat gewoon. En dan gaat gewoon weer gas. Gewoon een tandje hoger. Hij gaat gewoon weer gas. Ja, 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 dus wat dat betreft waren we heel trots op hem toen ze de handen omhoog deden. Kijk, ik moet ook wel zeggen, die andere jongen is ook gewoon heel goed. Ja, ik wilde net zeggen. Ja, die andere jongen is ook talentvol. Is er ook vol voor gegaan. Kleine gedrongen gozer. Sterke gozer, ook, doet ook zijn ding. Maar ja, wij waren gewoon die dag gewoon beter. En we waren heel trots om. Zeker ook het leeftijdsverschil. Hè, 17, 15 en ook het aantal wedstrijden. Lucas heeft nu 10 gevochten met die erbij. Ja. Maar die andere jongen had dan meer dan 20 wedstrijden gevochten. Ja. Dus wij waren er heel blij om, heel blij mee. Welcome to Warrior Code. Create an account now at warriorcode.com. En toen zaterdag, wat zeg ik? Zondag. 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 Zondag weer weg. Ja. Moesten we eigenlijk, zouden er meerdere vechten, maar tegenstanders ziek, zwak, misselijk, geblesseerd enzovoort. Toen kwamen we ook weer daar aan. Weer natuurlijk gelachen, een uur in de auto. Kwamen we daar aan en begonnen we met...
Ja, toen we al daar aankwamen, kregen we misschien dat we 10, 15 minuten binnen waren, kregen we meteen het slechte nieuws dat Don zijn wedstrijd niet doorging. Ja, ja, ja. Ja, voor de mensen die het weten, die kinderen moeten gewoon op ongeveer hetzelfde gewicht, er mag 2 kilo marge in zitten. Mm. Maar het gewicht wordt afgesproken ver van tevoren. Ja. Dus we hopen dan ook dat de tegenstanders ook gewoon zo professioneel zijn dat ze hem ook de kinderen laten wegen elke week en niet één keer in een half jaar. Ja. En zo hebben wij wel altijd de kinderen opgewicht. En ja, mochten daar wat aan schorten of wat dan ook, bellen we meteen van hey, hij is in één keer een kilo zwaarder geworden, ja, of twee. Maar vaak, ja, bij kinderen kan het ineens omhoog schieten, omdat, ja, ze in een groeispurt zitten of wat dan ook. Maar daarom is het belangrijk dat je kinderen gewoon elke week gewoon weer even op de weegschaal, ja, zet. Dan, ja, weet je het. Ja, want nu kon Don niet vechten, tegenstander, ja, kon niet vechten. Beetje teleurstellend voor die kinderen. Ja, en ook de mensen die meekomen, ouders, ja, kaartje opa, gekocht en kaartje gekocht. Dus dat is, ja, wel heel vervelend binnen de sport. Hm. Dus ik hoop dat de sportscholen die meekijken en dat het de boel een beetje professioneler wordt. Want dat is zonde. Gewoon voor de hele sport. Iedereen, ja, die er wat mee te maken heeft, want de bond die moet ook weer een wedstrijd doorstrepen. Ja. De fans die komen voor beide partijen, die zijn teleurgesteld. Ja. En het harde trainen vooraf. Ja, ja. Het harde trainen vooraf. Vooral dat, want je werkt ergens naartoe. Dus, ja, en dat is zonde. Nou, toen gingen we onze eerste wedstrijd doen. De eerste wedstrijd was Calvin. Oh ja, Calvin van een tweeling. Ja, je hebt Malvin en Calvin. Malvin en Calvin, ik haal ze echt nooit uit elkaar. Ik ook niet, maar ik heb nu gezien eentje. Ja, eentje heeft een moedervlek. Ja. En daar houden we ons aan. Zodat, ja, we hem kunnen herkennen. Eerst maar dichtbij kijken. Ja. En dan moeten ze echt alle twee roepen en dan dichtbij kijken. Ja. Dan, oh ja, 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 ja. Maar goed, hij moest vechten. Ook tegen een best wel sterk jongen. Hij was een, ja, een stuk korter. Ja, was een klein kort, ook Marokkaans jongetje. Ja. Had ook veel publiek bij zich, ja, zoals ze. En hij was, hij was vrij goed. Ja, van die eerste ronde ging in mijn ogen best wel gelijk op. Ja. Of dat wij zelfs een beetje achter waren, dat kon ik niet helemaal duidelijk vertellen. Maar ging in ieder geval gelijk op. En in die tweede ronde, toen zagen we wel dat we de overhand kregen. Overhand kregen, ja, conditioneel. Juist, en die doorzetten van hem. En ja, in de derde ronde maakte hij het helemaal duidelijk, ook met zijn knieën. Ja. Dus die wedstrijd hadden we ook in de pocket, gelukkig. Nou, toen hadden we Linde. Linda. Is nu 16 jaar. 16 jaar heeft tweede wedstrijd. Ja, tweede wedstrijd ging ze vechten. Mm. Ja, en niet om de anderen af te kraken, maar ja, we waren gewoon veel beter. Ja, dat was. En ja, die werd gewoon zwaar overtuigend gewonnen door de Bojanski Academy. Ja. Dus wij waren vooral met de low kicks. Ontzettend blij met alle drie. Wat zeg ik? Alle drie dit weekend. Dus wat dat betreft zijn wij heel blij. Hmm. Maar. We vergeten natuurlijk niks. UFC. Ja, UFC. Want we praten over zondag, maar die nacht van zaterdag op zondag. Wacht even. Ja. UFC. Voor de UFC, want dat wilde ik jou ook nog vragen. Ja. Hesdy. Wat? Nee, kijk, eigenlijk moet ik er niet om lachen, maar ik moest er wel om lachen toen ik het voor het eerst zag. Ja. We weten allebei waar we het over hebben natuurlijk. Ja. Hesdy had via Instagram mij een bericht gestuurd van Remy. Ik heb erover nagedacht. Wow, hij had het wel netjes gedaan, vond ik. Hij had het wel netjes gedaan. Het bericht... Was netjes. Ja. Alleen, hij is niet op mij gericht. Ja, ja. Hij heeft het over een hater. Ja. Ik ben geen hater. Ja. Ik ben gewoon heel kritisch. Ja. En als ik iets niet leuk vind, dan zeg ik het. Ja. Nou ben ik een persoon met wat voor groot gevolg heb. Ik ben een kampioen, dus mensen kijken tegen me op. Ja. Ik begrijp zijn statement. Ja. Alleen, het is niet voor mij. Omdat ik ben wat ik ervan vond, is niet voor jou. Ik als... waar ik zou in de camera kijken, weet je, gefocust naar SD. Kijk, hij had natuurlijk, haalt twee dingen door elkaar, vond ik. Want hij had het over het haten en het kinderen. En natuurlijk, hij is met kinderen bezig, vind ik hartstikke goed. Daar is niks mis mee. Mm-hmm. Maar als hij zegt kinderen durven niet en haat en... Dat heeft niks te maken met, ik wil de andere naam niet noemen, want anders lijkt het net alsof we weer daarover hebben. En het ging niet daarover. Ja. En het ging ook niet over de organisatie. Weet je, de organisatie en evenement is iets heel anders dan het sociale leven. Ja. Weet je, en als je het heeft over haat en kinderen, ik snap dat niet.
Ja, want ik snapte dat wat, nul. Ik denk, wat wij hier doen, ik denk dat volgens mij de helft nog niet eens, want iedereen denkt dat we gewoon maar kinderen opleiden met kickboksen, maar wat wij allemaal hier nu veel doen, meer. Voor kinderen, en we hebben ook zoveel kinderen hier lopen, wij zijn dagelijks bezig met die kinderen. Ja, en ik denk dat hij zich dat niet doorheeft, en kijk, en natuurlijk, ik denk dat als ze zo aan het praten zijn, van ja, Remy heeft weer iets gezegd en hij heeft weer kritiek geleverd, dan gaan ze misschien uit een bepaalde emotie, gaan ze wat zeggen. Yeah. Terwijl dat ze de helft niet weten. Ze weten niet hoe ik met kinderen omga, ze weten niet wat ik doe voor kinderen. Ze weten niet hoe ik me inzet voor kinderen. Yeah. En dan denk en ik... Maar ik denk zelf nog, je hebt net dat boek uitgebracht. Ik heb net een kinderboek uitgebracht. Als je dat kinderboek al leest, dan weet je eigenlijk al wat je al doet voor kinderen. Weet dus je. Hij moet het niet door elkaar halen. Want wat ik doe, ik ben analist. Ja. Als ik zie dat een wedstrijd gewoon niet lekker loopt of wat dan ook, zeg ik van ja, die wedstrijd loopt niet goed, loopt niet lekker. Dat moet ik gewoon kunnen zeggen. Ja, ja. En hij moet het ook over mij kunnen zeggen als hij kritiek op me heeft. Hey, prima. Weet je wat het is? Ik heb kritiek over Jamal Ben-Sadiq, over zijn wedstrijden toen hij wat te vol was. Yeah. Heb ik ook gezegd. Yeah. Ik praat nog steeds met hem. Ik heb over, kritiek over Badr gehad. Yeah. Ik praat nog steeds met hem. Yeah. Ik praat over Melvin. Als Melvin een kutwedstrijd heeft gevochten, zeg ik ook van hey Mel. Iedereen in de game, of het nou Tijani is, of het nou wie dan ook, Plasibat, het maakt niet uit. Die zeggen allemaal van ja, je bent verslaggever, je bent een duider, je bent kritisch wel. Ja. Maar dat hoort er gewoon bij. En ik heb met niemand, maar dan met niemand een probleem. Met niemand. Nee, maar dat. Maar het sloeg ook nergens op. Want, weet je, het ging ook, en vaak kritiek ging ook niet over hem. Misschien één keertje de wedstrijd. Mm-hmm. Weet je, niet te diep op ingaan, want het is niet zo belangrijk, was het niet van, weet je. Maar het was alleen. Het paste niet bij elkaar. Het was een beetje appels met peren vergelijken. Ja, kinderen en haten en haatzaaien. Ik dacht van haatzaaien? En durven niet. Ja, want dat heeft er helemaal niks mee te maken. En weet het is, kinderen moeten ook af en toe meemaken dat het tegen zit. Zo maak je kinderen sterker. Ja, ja. Dus we leven in een wereld waar je af en toe ook tegen kritiek moet kunnen. En als je dat aan kinderen gaat laten zien, dat je niet elkaar kritiek mag geven. Ja. Dat is niet de grote wereld. Dat is niet de grote boze wereld. De grote boze wereld is dat je juist af en toe ook moet leren tegen kritiek kunnen. Weet je, je moet een dikkere huid kweken. Ja, ja. En voor kansen gaan. Ik juist ben ik degene die zegt van, hey, ga ervoor. Maar af en toe moeten we ook gewoon realistisch zijn. En dat als het er niet, als ik het niet leuk vind, dat is mijn mening, moet ik het ook gewoon kunnen zeggen. Ja, denk ik. Ja. Maar ja, dat is genoeg daarover. Genoeg daarover dus, maar... We gaan door naar UFC 281. UFC 281. Heb jij gekeken? Sowieso. Nou, zomaar doe ik stoer. Sowieso. ik werd toevallig, volgens mij rond 4:15. Ja. Werd ik ineens wakker. Ja. Dus ik kon niet slapen. Toen dacht ik van, oh ja. Ja. Weet je, dus toen ben ik het er meteen gaan kijken. En toevallig kwam ik bij die hoofdpartijen uit. Dus het was echt puur toeval. Ik zou het wel kijken daarna. Ja. Maar je hebt Kala Esparza tegen Zhang Weiling niet gezien? Jawel. Hoe was die? Het grappige vind ik, die dames, dat iedereen, dat Chinese meisje Zhang, al die Amerikanen waren voor haar. Maar en ze vocht tegen een Amerikaan. Marinho. En ze praat geen Amerikaans met elkaar. Je hebt helemaal gelijk, maar Marinho. Zhang Weili, dat is een. Ik moet niet meteen zeggen dat ze legend is, maar het is een fucking wel. Zij heeft oorlogen meegemaakt. Daar heb ik het niet over echte oorlogen gevonden. Maar gewoon echt. Maar ze heeft partijen gevochten waar men gewoon ging opstaan. Ook had ze verloren of gewonnen, applaudisseren, staan ovatie. Ja. Ze is echt fucking goed. Oh, ja, ze is echt goed waarvan dat ik denk van... Me, ik begrijp het wel dat het Amerikaanse publiek gewoon voor haar is. Ja, dat snap ik wel. Ja. Weet je, want ze is echt een... Ze is dedicated voor de sport en ze is gewoon sterk. Ja. En ze... Ja, in mijn ogen overklassen ze Esparza helemaal. Ja. Helemaal. Ja. Die had weinig kans. Die had weinig kans. Dat was duidelijk van. Die had echt weinig kans. En ik denk dat als zij zo doorgaat, gaat ze echt weer gewoon potten breken. Iedereen slopen. Ja.
Je zag het ook al bij die persconferentie, maar zodra ze begon te praten, al die Amerikanen. Hey, hey. Ja, ja, en ja. Juist voor die Amerikanen dacht dus. Ja, dus die was. Mooi. Die was mooi. En dan gaan we naar Chandler. Chandler tegen Poirier. Dat, kijk, dat is pas een wedstrijd dat je gewoon. Gewoon de hele tijd puntje van je stoel. Huh? Oh ja, ja, oh ja. Ja. Weet je, soms dacht ik, hé, hey, weet je. Maar, die, maar heb je Chandler vaker zien vechten? Nee, ik heb hem wel twee keer zien vechten. Ik zei eerlijk zeggen, Chandler, hè? Ja. Ik had het net over Zhang Weili. Ja. Maar ik heb het gevoel dat Chandler altijd oorlogen heeft. Ja. Dat hij helemaal gehavend, helemaal ja. Bebloed, neus kapot, ja. Helemaal scheur op zo'n. Ja, hij kreeg ook mokers, jongen. Hij kreeg soms tikken waarvan je denkt van, oh, hij gaat knock-out, staat weer op, gaat door. Ja. En dan uiteindelijk wint hij, of niet. Ja. Maar hij heeft altijd dat, grote oorlogen. Ja. Altijd. Ja. Maar weet je wat het is? Poirier, dat is... Ah, ik vind Poirier ook een klasse apart, hoor. Ja, hij is ook een klasse apart. Ja. Is vrij rustig. Ja, want hij is heel, heel kalm. Hij komt kalm over, weet je, zal niet te groot praten. Af en toe doet hij dat wel, maar... Want Chandler, ik denk dat hij ook in zijn enthousiasme en zijn strijd, dat hij daarom die mistake maakte. Met hij draaide net te ver door. Ja. Waardoor hij zelf in die, choke kwam. Ja. Maar ik zal je eerlijk zeggen, voor die twee gasten blijf ik graag wakker. Ja, ja. Ik blijf graag wakker, want die twee zijn... Echt, echt toppers in de game. Ja, ja. Ze gaan er helemaal voor, ze zijn sterk ook. Ja. En die hebben echt staande game, ze hebben ground game. Ja, maar ik kwam af waarom hij, want op een gegeven moment, hij had eerst zijn arm wel goed en toen liet hij zijn arm ineens zakken. Maar volgens mij was hij moe, hij wilde volgens mij even rusten. Ja, maar dat had je niet moeten doen, want Poirier is een black belt, jiu-jitsu black belt. Ja, nou. Weet je, dan moet je dat niet doen, dan moet je hoofd niet weggeven. Je denkt in ieder geval niet. Want, klaar, ja. Ja, dit blijft zo'n mooie sport. Yeah, dit blijft zo'n mooie sport. Yeah, ik geniet er echt van. En, ja, man. En ik geniet er al heel lang van. Mm. Hè, voor de mensen die het weten, sinds eigenlijk zo 3,94 koop ik al bandjes. En dat was nog tijd van, hoe heette die winkel die al die cd's verkocht? Free Record Shop. Free Record Shop. Oh, yeah. Free Record Shop. Yeah. Daar kocht ik die tapes. Yeah? Die banden kocht ik daar toen. Oh, gewoon in de Free Record Shop. Om ze thuis te gaan kijken. Ja, daar had je hem één keer gekeken, word je klaar, weet je. Yeah. Niet dat als nu, dat je het gewoon van de site kan streamen. Of maar daar kon je gewoon kopen en dan keek je ze. Ja, hey, toen, in die tijd, toen het begon, keek ik ze. Echt lang geleden. Echt lang geleden, maar ja. Yeah. En dan gaan we naar de hoofdpartij. Hey, Adesanya. Ik heb hier heel lang naar voor wie was jij? Voor wie was jij? Nou, ik zou je eerlijk zeggen. Mm. Ik heb Pereira heb ik geïnterviewd. Ja. Tijd terug. Hij is veel in Nederland, hè? Ja, hij is heel veel in Nederland. Ja. Ja. Ik heb hem geïnterviewd jaren terug. Hij staat in Glory. Dus je hebt een beetje een band met hem. Ja. Ik heb Adesanya eigenlijk nooit ontmoet. Ik heb hem nooit gesproken. Maar wel altijd naar hem gekeken hoe hij vocht. Ja. Dus wat dat betreft had ik voor beide echt wel sympathie. Ja. Want ik vond dat, ik zal je eerlijk zeggen, ik had eerst het gevoel voor Pereira. Ja. En daarna switchte mijn gevoel een klein beetje over weer naar Adesanya. Zeker omdat hij die ook... Je had Black Panther gekeken. Ja, maar ze stonden alle drie zo. Alle drie zo, ja. Maar nu is het two down and one to go. Ja, ja, ja. Shit, ja. Maar ik denk, die ene man gaat denk ik niet weg. Ik ben benieuwd wie hem gaat slopen. Ja, ja, Ganu. Ja, ik denk, Ik denk dat, even tussendoor. Ja. Ik denk, Cyril Gaan zou het misschien kunnen lukken? Nee, ook niet. Ja, Cyril Gaan op punten misschien, of wat dan ook? Hij zou dichtbij komen, maar uiteindelijk niet lukken. Ik denk Cyril Gaan. Ja. Dat hij heel ver zal komen. Ja, als er iemand is... Moet hij het zijn. Moet hij het zijn. Ja. Ik zweer het je, vooral hoe hij tegen, hoe heet hij, Tufasa. Hij vocht tegen Tufasa in Frankrijk. Toen dacht ik bij mezelf van... Deze is, Ja, we moeten uitkijken voor hem. Ja. Althans, Nagano moet uitkijken voor hem. Ja. Weet je, Nagano, maar ja, Nagano is is ongelooflijk sterk. Ja, next level. Next level. Dit is echt, dit is Wakanda. Ja. Wakanda. Hij is een beetje de ene grote gast. Ja, ik weet precies wie. Ja, die grote gast. Ja, die met die stokje wil slaan. Ja, hij is. Maar, Adesanya. Adesanya. Ja.
toen ik leunde op een gegeven moment naar Adesanya. En toen dacht ik bij mezelf, zo, die Adesanya, man. Yeah. Hij is wel heel goed. Yeah. En toen, en vooral in die eerste ronde, toen sloeg hij pareren al aan. Hey, die eerste ronde... Parera was van knock-out. Hij was 20 seconden, knock-out. Ja. Stand was hij, gewoon. Hij stond er half zo. Ja, als hij nog 20 seconden langer door was gegaan, was klaar. Ja, was klaar. 10 seconden. Ja. 10 seconden, want hij stond al staand knock-out. Ja. Letterlijk safe bij de bel. Maar waardoor, wat heeft Parera zo erg dat hij komt in de glory, geeft iedereen een pakje. Ja, zwaar ook. Hij komt in UFC. Hé, hey, wat is het? 5 wedstrijden? En hij is al kampioen. Ja, ja, ja. Heeft hij die Tigri Anu? Ja. Die Tigri Anu? Ja, hij heeft geen boei. Ik zag geen boei. Nee, ik ook niet. Ja. Tigri Anu, dat is een soort, letterlijk vertaald, een tijgerhand, tijgerpoot, of hoe je het ook wil noemen. Dat is een Surinaamse uitdrukking. Dat hij bij de voodoo-dokters is geweest. En dat ze hem een of ander speciaal goedje hebben gegeven. Waardoor hij 1 stoot geeft en de andere gaat neer. Maar je zou bijna wel Suriname, zeggen... Suriname, dicht bij Brazilië. Dus, Hey. Ja, buur, ja. Nee, maar serieus. Nee, maar hij breekt mensen echt. Ja. Weet je, en nu ook, ja. Kijk, wat ze wel zeggen is van, oké, weet je, ja, straks als hij naar de grond moet, wordt het wel een probleem met die andere tegenstanders. Ja, maar hij heeft een hele goede sparringpartner. Texera, hè, dat is een hele goede sparringpartner van hem. Mm. Daar traint hij mee. En Texera vecht zelf ook nog. Mm. Die moet binnenkort zijn rematch gaan vechten tegen Pohatschka. Volgens mij, voor de titel. Maar daar heeft hij een hele goede aan. Kijk, als hij die takedown defense goed heeft. En als hij niet aan de grond getrokken kan worden. Want nu is hij ook heel lastig naar de grond te trekken tegen Adesanya. Adesanya is niet een echte jiu-jitsu. Ja, want op de grond wist hij ook. Ja, 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 weet je, ja. Maar als het zover komt straks, dan gaat hij echt getest worden. Ja. Dan gaat hij echt getest worden. Ja. Maar tot die tijd, ja, gefeliciteerd Parera. Maar wat vond je van... toen die Adesanya uiteindelijk KO sloeg, dat de scheidsrechter tussen kwam? Op tijd of niet? Wat vond je? Ik vond het op tijd. Ik vond het op tijd. Om hem te beschermen van een zware KO. Want hij was klaar voor die zware KO. Ja, ja. En hij zou er niet uitkomen. Hè? Ik denk niet dat hij daar uit zou komen. Je zag hem nog wel zo van. Het leek alsof hij zei: hey, I'm alright of zo. Nee, of iets dergelijks. Ja, ja. Maar hij zou er niet uitkomen. Ja, hij keek al niet meer. Hè? Nee, hij keek naar beneden. Die bommen kwamen eraan. Ja. En die moet je niet landen, die moet je niet laten landen op je hoofd. En ik denk dat de scheidsrechter hem goed beschermd heeft. Want weet je, en ik moet ook tegelijkertijd zeggen van... Aan de andere kant, ja, ik heb ook Chikongo tegen Pat Barry gezien. Ja. Chikongo ging neer, stond op, kreeg weer een paar tikken, ging weer neer, rolde, eruit en slaat die Pat Barry naar de knockout. Yeah. Weet je, dus dat heb je ook. Maar aan de andere kant... Zo... Maar stel... Stel, hij was... de scheid was er niet tussen gekomen en uiteindelijk had hij het wel gered om die ronde uit te vechten. Ja, het slaat nergens op. Maar dan had hij gewonnen. Had hij gewonnen. Ja. Wat duurde die wedstrijd nog? Een minuut of zo? Ja, volgens mij. Ja, ik weet, zo, ik weet niet meer precies, maar uiteindelijk had hij dan gewoon de wedstrijd gewonnen. Ja, en dat is sport. Maar ik las iets van, er was iets, hij had hem een trap gegeven, die werd geblokt door Pereira. Ja. Werd geblokt. Toen ging hij door zijn benen. Ja, het moment dat hij zo naar achteren viel, toch, dat hij die kop rond maakte en meteen stand. Hij zegt iets uit... Ik denk dat het, elektrische botje, hoe noem je dat? Ja, weet je? Ja, ik denk dat het zoiets is. Ja. Want ik heb het ook wel eens gehad, maar tijdens een training heb ik het gehad. Ja. Dat ik een trap maakte en dat je even, je voet voelt helemaal... Ja, slaperig. Alsof hij slaapt. Ja, ja, en daarom is hij door zijn been gegaan. En hij zegt ook vanaf dat moment, voelt het helemaal niet meer lekker meer. Ja, ja. Dus ja... is jammer. Maar ja, is UFC. Je krijgt gewoon weer een kans. Ja, ja. En hoe hij zijn journey heeft gemaakt naar boven is top. En nu krijg je een soort downfall. Ja. En ja, hij mag trots wezen op deze wedstrijd. Ja. En ik denk dat hij gewoon weer keihard weer terug gaat komen. Hij komt de trilogie, zegt hij. 100. Want hij zegt, ik ga sowieso die rematch. Mm-hmm. En die gaat hij winnen. Ja. En daarna krijg je een trilogie op. Ja. Dus hij heeft een paar jaar lang. Hij was ook wel heel netjes. Hij was publiek gewoon goed. Ook gewoon persconferentie. Hij is niet boos weggelopen. Niet boos voor kritiek of wat dan ook. Ja. Weet je, dus hij is gewoon... Maar ik denk, hij gaat gewoon niet winnen van Parera. Weet je? Is die angstgeek dan? Net zoals jij niet kon winnen van Sam Schil. Waarom moet je daarmee komen? Samen, man, die jongen. Jezus.
Ja, dat. Nee, maar het is zo. Sam. Ja, ja. Ja, nee, het is maar, zo. Ik zag, ja. Ik kon niet van Sam winnen. En zo kon Badr weer wel van Sam winnen. En ik won daar weer van Badr. Ja, en zo kon iedereen van elkaar winnen. En dat is het mooie van deze sport. Of sowieso van sport. Iedereen heeft de kans om van elkaar te winnen. En dat maakt sport zo leuk. En daarom... Deze, dit weekend was top. Ja, maar dat was top. Ik was hou. Top. Was live, ja. TV, waar we ook waren. Oh, ja, was echt top. Was top. Was een goed top. Weekend. Wat er nu aankomt, is Glory 82. We hebben hem al besproken. Ja. Maar die wedstrijd, ik ben vorige week ben ik nog bij Plastibad geweest. Ik heb het gezien, ja. Hey. Die man is ook een... Als je een kwartje erin doet, Plastibad, gooit hij van alles eruit. Ja, hij heeft op Rico gehad tegen Katinaas. Hij gooit het eruit. En ik moet je eerlijk zeggen, het was best grappig. Nee, maar ik vind hij heeft gelijk. Want hij zegt ook, van ja, iedereen wil zo netjes netjes binnen de lijnen en ja, zo. Ja, binnen de kaders. Binnen de kaders. Soms is het gewoon, moet je ook gewoon jezelf kunnen zijn. Ja. En gewoon, hij zegt ook, ja, weet je. Los? Gewoon los. Ja, ik ga je opfokken, ik ga winnen en ik pak hem. En ja, je bent nep en je neus staat krom. Ja, dat moeten we af en toe hebben ook gewoon. Ja, en ik wilde eigenlijk deze week nog bij Katinas langs gaan om hem te interviewen. Maar hij ging volgens mij vanmorgen ging hij al weg. Dat hij me via Instagram had hij me dat laten weten. Ja. Van Remy, ik ga nu vanmorgen al weg om 9:00. Ja. Dus helaas. Dus ik hoop dat ik na zijn wedstrijd, win or lose, wil ik hem toch even spreken. Wil ik hem ook toch de kans geven om hem even te spreken hoe het gegaan is. En dan hoop ik dat ik het bij jullie mag brengen. Want het is altijd fijn om de andere kant te horen. Nu moet Semeler ook vechten tegen Nabiev. Ja. Wat denk je daarvan? We hebben met Semeler ook even gezeten. Rustige jongen. Mm-hmm. Ik denk wel, hij moet het wel aankunnen. Maar Nabiev... Het kan ook wel lastig zijn, hè? Hele lastig, weet je, Nabiev, kijk, omdat Semeler is rustig, jong. Ik weet niet of hij al zo iemand heeft meegemaakt die in je hoofd kan gaan zitten. Ja. Weet je, en Nabiev, hij lijkt wel zo iemand die in zijn hoofd kan zitten. En in die tijd van Doen B en zo, hij was ook niet slecht, hoor. Nee, klopt. Hij bood zich goed de tegenstander. Ja, ja. Goed tegenstander, dus die wedstrijd, ik kijk er echt naar uit. Ja. Serkan staat er ook. Serkan komt nu van een los. Hij heeft laatst verloren. Volgens mij Almeida was het volgens mij. Heeft hij verloren. Ik heb ook gezien dat hij teruggegaan is naar Mike. Hij staat bij SB Gym. Ja, SB Gym. Ja. Bij Said zat hij. Ja. En die is hij teruggegaan naar Mike. Naar Mike, ja. Wat zal dat voor hem brengen? Want op een of andere manier heeft hij misschien waarschijnlijk zich niet thuis gevoeld daar bij Said. Ja. Is weer teruggegaan. Maar zo'n hele switch de hele tijd daar, hè? SB Gym, Mike Gym. Ja. En... Ja. Ik weet niet precies waardoor het komt. Ja. Maar soms heb ik het gevoel, en misschien zit ik daar helemaal verkeerd. Als Badr volgen. Als Badr naar daar gaat, gaat iedereen naar daar. Ja. Als Badr weer verhuist naar een andere gym. Ja. Weet je, zullen ze niet zeggen natuurlijk, maar... Ik weet het niet, want ik zag ook Abena, die traint daar al een tijdje. Abena ook lang niet gezien, hè? Bij, lang, hij vocht de laatste. Of vocht hij laatst wel? Bij Collision vocht hij. Bij Collision heeft hij nog gevochten, Abena. Oh ja, klopt. Hij heeft nog bij Collision gevochten, dus Abena gaat goed. Abena gaat goed. Dus ik hoop alleen dat het een mooi event is, want het is een mooi event op papier. Ja. Maar je weet nooit, hè? Ja. Serkan, wat denk je? Hij moet nu gaan winnen. Hij moet nu potten gaan breken. Hij moet nu potten gaan breken, want ik had gehoopt dat hij eigenlijk al meteen tegen Donovan zou gaan knokken. Ja. Maar als je hem nu zo ziet... Donovan wist het wel compleet, hoor. Ja, een hele complete vechter. Ja. Is een class act. Hij is een klasse apart in mijn ogen. Maar dus... kijk, die Serkan, kijk, wat hij wel heeft, hij gaat echt knokken. Hij is een knokker. Echt... Hij is een echte knokker. Weet je, maar ik denk dat denken moet je, weet je, je moet blijven schakelen. En je moet niet alleen maar kunnen knokken. Ja. Je moet kunnen, kijk, hij kan ook goed incasseren, maar je moet ook slimmer zijn. Ja. Je moet slimmer zijn en op een of andere manier, die wedstrijd waar hij tegen Bayrak vocht, vond ik hem niet de slimme vechter. Toen was hij de knokker daar. Ja. En soms moet je ook slim zijn door een stap naar achter te nemen, een stap naar links of naar rechts. Of... Want hij heeft wel zo'n knockouts in die vuisten, zeg maar. Ik vond zijn dekking een beetje minder. Ja, weet je, want die knockout heeft wel in die vuisten, maar die knockout moet hij echt even door echt te zwaaien. Ik zie hem niet, weet je. Ja. En daarnaast... Kijk, als ik bijvoorbeeld naar Wisse kijk, die heeft hoge trap knockout, stoot knockout, knie knockout. Hij heeft alles in huis om een knockout te krijgen. Weet je, dus het zou wel leuk zijn, weet je, maar ik weet het niet hoor.
We gaan er in elk geval naar kijken. Sowieso. En we komen het nog zeker terug met een verslag erover. En als wij het gezien hebben, dan gaan we zeker weer erover praten. En nogmaals, als iemand gewoon KUT heeft gevochten, dan ga ik het zeggen. 100%, ik weet niet van jou. Wie dan ook. Ja, wie dan ook. Wie dan ook. Van hoog naar laag. Het gaat ook over kickboksen. Het gaat ook niet over maatschappelijk werk of buurthuis gebeuren. Nee, het gaat er gewoon over als ik nou kijk naar die wedstrijden, van wie dan ook. En als ik zie dat het niet zo mooi is, zal ik het zeggen. En als het wel mooi is, ben ik ook de eerste. Dan ben ik ook de eerste die meteen gaat roepen van hey, wat een topgaal of een topmatch of wat dan ook. Zo ben ik nou eenmaal en zo blijf ik. En jij, Marinho? Sowieso, zo blijf ik ook. Daarvoor zitten we hier. Daar genieten we van de mooie partijen. En gewoon het echte werk. Geen geknip. Mensen, blijf volgen. Subscribe. Blijf ons zeker volgen. En kom met je comments. Want ik vind die comments, jongen, ik lach me soms helemaal kapot in die comments. Weet je, of het nou kritiek op mij is, Marinho. Ja. Maakt niet uit. Ja. Kom met je kritiek. Ik vind het heerlijk. Dat vinden we mooi. Hey mensen, blijf volgen. Warrior Code. Tot de volgende Welcome to Warrior Code. Create an account now at warriorcode.com.